In 2018 zijn ZPress Media Groep en ikzelf de Vriendenclub en het magazine Rotterdam & Site gestart. We wilden een magazine maken voor en door de Rotterdamse havenondernemers. De groei zat erin, met het aantal adverteerders, het team, maar zeker ook de kwaliteit van het blad. We hebben besloten om het magazine iets uit te stellen en daarom gaan we nu met een cameraploeg van de filmmakelaar op pad en gaan we bij een aantal adverteerders en vrienden van Rotterdam & Site langs om te kijken hoe het nu met ze gaat. Op deze manier hopen we jullie toch wat insight information te geven die jullie van ons gewend zijn. We zijn hier vandaag bij Hebo Maritiem Services. Dat is dé partij die je wilt inhuren als het gaat om lastige transportopdrachten. Ik heb zo een afspraak met Wiebe Bonsink en hij staat nu aan het roer van dit familiebedrijf. Ik ben heel benieuwd hoe het in deze coronatijd met ze gaat. Hi Wiebe. Hallo Joyce. Leuk dat we hier zijn vandaag, dankjewel. Ja, leuk. Op de quarantaine weg, maar niet in quarantaine. Gelukkig niet. We zijn bij Hebo, vertel, wat doet Hebo? Hebo is een bedrijf wat gespecialiseerd is in transport over water, bergingswerk, oliebestrijding en heavylift op het water. Lastige transportopdrachten, lastig op de gecompliceerde transporten over het water. Ja. Okay. En wij zitten in de coronacrisis. Hoe gaat het nu met jullie? Nou, op zich wel goed. Het is een uitdaging, echt een uitdaging voor iedereen. Ja. Maar op zich klagen we niet. Dus je hebt nog wel werkzaamheden. We hebben werkzaamheden, zoals deze week is het extreem druk. Ja. Dat we alweer lopen te puzzelen hoe we het werk allemaal gedaan krijgen. Maar het was toen die lockdown begon, was het wel even spannend, moet ik zeggen. Dus, het was net of onze klanten ineens ons telefoonnummer waren vergeten. Oh ja, dat zal iedereen even gehad hebben, denk ik. Ja. Ik merk wel een beetje bij iedereen met de verhalen die ik hoorde dat het weer wat drukker aan het worden is. Laten we dat in ieder geval hopen. Ja. Maar... ja, het is nu lekker druk, dus fijn. Wat hebben jullie verder voor maatregelen ook? Ik neem aan als je personeel hebt wat het gehad heeft, dat je dan weer even extra nadenkt wellicht? Of, Kijk, als op het moment dat iemand het gehad heeft en die is weer volkomen genezen, gezond, en daar zijn mensen niet bang voor. Dus tenminste, ik niet en ik heb het ook niet om me heen gemerkt. Dus het moet allemaal voorzichtig zijn, de maatregelen, en dat is voor ons werk wel lastig. Ja, maar jullie kunnen geen anderhalve meter aanhouden. Nee, soms kun je geen anderhalve meter aanhouden en daar hebben we dan spatschermen. We hebben nu een aantal nieuwe helmen waar dan een scherm in zit, die draait dan voor je. En dan, met dat soort relatief simpele dingen kunnen we dan toch het werk uit blijven voeren. Oké, dus op dit moment hebben jullie nog voldoende opdrachten, kunnen jullie nog bezig blijven. Maar hoe zit het op de langere termijn, denk je? Wat verwacht je? Ik maak me echt zorgen om de economie, of echt zorgen. Het is natuurlijk, we zullen het allemaal wat minder krijgen de komende jaren als ze niet heel snel weer teruggaan naar het oude. En heel snel terug naar het oude zal lastig worden. Ja. Dus ik maak me voor ons bedrijf nog niet zo heel grote zorgen om. Alleen, het zal allicht wat minder zijn. En één groot probleem wat we ook hebben, bijvoorbeeld onze Hebolift 9 is een drijvende bok die heel veel in Denemarken, Noorwegen, Zweden, we kunnen niet eens naar de klanten toe op dit moment. We kunnen er niet eens komen. We zoeken het werk weer wat dichter bij huis. Wij horen, we moeten eigenlijk ook iets meer in het buitenland. Ja. En dat soort werk kunnen we nu helemaal niet scoren. Nee. Dat is gewoon lastig. Nou ja, dichter bij huis houden, dat is eigenlijk waar het op neerkomt dan. Dat is, lekker. Ja. Het scheelt wel of je niet zo ver te vliegen en te reizen. Daarom. Nee. Nee, het is, ik geloof dat het inderdaad heel zwaar wordt. Ja, precies. Maar schouders eronder en dat merk je ook. En dat mensen gemotiveerd zijn om weer volle bak aan de slag te gaan. Je bent in ieder geval positief ingesteld. Ja, altijd. Dus dat is mooi. Ja. Dus ik heb alle vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen. Ja, ik ook. Veel succes wens ik je. Dankjewel.